kijkers, goeiedag en welkom bij In Gesprek Met. Ik zit vandaag met een mevrouw die weet van wanten heeft. Hè? Ze is een Jaja-vrouw en ze laat zich niet makkelijk uit het veld slaan. En dat is niemand anders dan mevrouw Lilian Verrier, minister van Onderwijs. Mevrouw Verrier, vanaf u het ambt hebt ervaard, minister van Onderwijs, is er aardig wat kritiek gekomen. U heeft aardig wat battles moeten oplossen. Hoe doet u dat dagelijks? Hoe ik de battles oplos? Dat is één antwoord, bid God. ik bid heel veel. En dat is gewoon mijn geloof en mijn vertrouwen in God. Als je alles samen met hem doet en in overleg, dan zal hij je weg openbaren die je moet gaan. De battles zijn er inderdaad, omdat, laat me zeggen, de doorslag dat ik het ambt van minister heb aanvaard, was dat mijn dochter tegen me zei, als je het niet doet, moet je nooit meer klagen over de problemen in het onderwijs. En ik ga natuurlijk lang mee, ook vanuit mijn praktijk als psycholoog, maar ook andere dingen. Je botst steeds met de situatie van het onderwijs. Dus ja, de ruimte die je geboden wordt om een aantal dingen echt serieus aan te pakken, die heb ik inderdaad gegrepen. En verandering neemt tijd, maar verandering maakt ook dat een heleboel mensen die zo vastgeroest zijn in het oude, moeilijk mee willen. De sleutel daarvoor is ook communicatie. En ik heb dus heel veel overleg met afdelingen, met onderafdelingen, met de bonden, met de directie, op alle niveaus. Eigenlijk ook met de leerkrachten, ook met de kinderen. Kom me vertellen, waar loop je tegenaan? En ik denk dat die uitwisseling van, hier zitten we mee, echt voor mij ook nog steeds, ja, ik dacht dat het heel erg was, maar er is nog veel meer aan de hand. En nogmaals, daar praat je over en dan zoek je een oplossing. En oplossingen zijn er altijd te vinden. He, sommige dingen zullen meer tijd vragen, maar andere dingen, daar moet je gewoon een begin mee maken. Laat me gewoon één voorbeeld nemen, en dat is mijn grootste prioriteit, mijn grootste uitdaging. Dat is de onderwijswetgeving. We hebben geen onderwijswetgeving. Wat we hebben is nog steeds uit 1960. En dat is dus eigenlijk de verouderde Nederlandse wetgeving. En daar doen we het nog steeds mee. Dus mijn eerste uitdaging is, die onderwijswetten moeten komen. We hebben ze nu in concept. De eerste is de leerplichtwet. En dan de wetten op primair, secundair, tertiair, universiteit, beroepsonderwijs. Er komen nog een heleboel. Maar ik begin echt bij die leerplichtwet en dan primair en secundair onderwijs. Dat is zo echt voor mij het fundament. En dan ga je daar natuurlijk een heleboel andere dingen regelen. Het inspectieapparaat. Hoe gaat het met besturen van scholen? Welke profielen moeten mensen hebben om te voldoen aan een directeur? En al dat soort eigenlijk voor mij cruciale zaken, die zijn nooit vastgesteld. Dus er is werk aan de winkel voor je. Heel veel werk. Je kan het ook niet allemaal. En je moet soms inderdaad gefocust blijven. Maar nogmaals, die wet en regelgeving met betrekking tot onderwijs is absolute prioriteit. Als ik zo naar u luister, dan weet u wel heel goed waarmee u bezig bent. Maar de critici die vinden dat vaker niet. En betitelen u allerlei namen, geven ze u, Iron Lady, die weet van niks. Hoe gaat u daarmee op? Doet het u wat als u zo deze kritieken hoort? Nee, als je weet welke richting je op moet gaan en waarom, dan moet je daarboven kunnen staan. En nogmaals, ook met die mensen, die nodig ik uit om te praten. Ik bedoel, we hebben nu bijvoorbeeld na de grote onderwijsdialoog van april afgelopen maanden, hebben we afgesproken op die dialoog maandelijks overleg met de onderwijsbonden en dat voeren we ook uit. En ik bedoel, als zelfs hele agressieve vakbondsleiders me een compliment geven dat de vergadering constructief was, dan geef je eigenlijk aan dat het kan. Ook bij de onderwijsdialoog nogmaals,
onderwijs is voor iedereen belangrijk. Dus sta boven partijpolitiek, sta boven mensen die anders denken. Maar laat iedereen zijn bijdrage leveren. En dat is mijn opstelling nog steeds, ook nu met het kwestie van het IOL. Er zijn allerlei soorten mensen die aangeven van nee, we willen een bijdrage leveren. En zo hoort het ook en dat is goed. Daar zou ik net op komen. Dat is een van de hervormingen die u zegt die doorgevoerd moeten worden. Is het al rond? De pre-bachelor is af als het ware. Dus we hebben inderdaad een jaar eigenlijk de inschrijvingen opgeschort. Zodat we nu kunnen beginnen met een pre-bachelor. Die voldoet ook aan de academische voorwaarden. En nu zijn de cursusbeschrijvingen gaande. We hebben de docenten van het IOL, die zijn ook heel erg goed geïnformeerd en betrokken. En ook de docenten van de universiteit. Dus het is een samenwerking. Waar moet zo een curriculum aan voldoen? En hoe gaat de vervolgopleiding eruit zien? Brengt met zich mee dat alle huidige opleidingen ook grondig geëvalueerd worden. Want ook dat is iets wat afgelopen decennia ook niet gebeurd is. We leven nog een paar maanden naar de verkiezingen toe. En u heeft zulke grootse plannen. Heeft u ruimschoots de tijd om die toch tot uitvoering te brengen? Nee. Maar daarom is voor mij het fundament leggen is heel erg belangrijk. Die conceptwetten die krijgen we er wel door. Daar werken we echt heel hard aan. En de andere dingen, nogmaals, echt alles is verouderd. In naam van de gouverneur, in naam van de koningin. Dat kan niet. En dan sowieso de curricula. Dat is voor ons heel erg belangrijk. We zijn nu bezig met BIJP, de tweede fase van BIJP. Maar onze boekjes, die dateren uit de tweede helft van de vorige eeuw. Ik bedoel, dat doe je kinderen niet meer aan deze tijd. Dus alles moet anders. En nogmaals, om alles anders te krijgen, moet je ook je wetgeving in plaats hebben. Dus het is wel heel goed doordacht van welke kant moeten we op en welke prioriteiten moet je stellen. Hè, we gaan dus echt ook de onderwijsstructuur veranderen. We moeten ook aansluiten bij wat in de CARICOM gebeurt. De staatshoofden hebben in 2017 de Human Development Strategy ondertekend of goedgekeurd. Nou, dat heeft gevolgen voor ons als land. En we moeten dus ook op dat gebied die aansluiting vinden. En nogmaals, als je kijkt naar het beleid, het is zo prachtig wat we dus gezamenlijk als CARICOM uitvoeren. Maar het heeft ook het voordeel dat je die uitwisseling kan doen. Ik heb heel goed contact met mijn collega bijvoorbeeld van Guyana. Maar ik bijvoorbeeld, we hebben hier toen met de dialoog hebben we mensen van de inspectie, de inspector general van Jamaica hier gehad. Nou, en die legt je dan uit van hoe zij het hebben aangepakt in Jamaica. Jamaica is wel een van onze CARICOM-landen die de hele onderwijsstructuur veranderd heeft met succes. En dat zijn voor ons voorbeelden om naar te kijken. We hebben dus het model van echt kijken naar de Noordzee verlaten. En we zijn echt bezig met onze regio. En wat kunnen we daar uitwisselen? En naar wie kunnen we wel een voorbeeld nemen? En hoe gaan we verder? Als ik het zo hoor, goed nieuws voor het onderwijs. Want soms klaagde men van, onderwijs werd niet goed behandeld. Er was geen prioriteit aangegeven. Maar ik zie dat u nu op de goede weg zit. Maar laten we gaan naar Lilian Verrier. We kenden u altijd als psycholoog. Hè? Was het uw droom of uw wens om toch zo eigenlijk een beetje uw carrière af te sluiten? Als minister van onderwijs? Absoluut niet. Ik was net lekker bezig met schilderen en tekenen en piano spelen. Mijn kleinkinderen. Maar goed, mijn vader was een patriot, dat zeggen we altijd. En als het land je nodig heeft en je nog je krachten hebt, moet je dat doen. En dat is voor ons, mijn gezin, ik heb natuurlijk eerst met mijn gezin gesproken, doorslaggevend. Van ja, je kan je bijdrage leveren en dat doe ik echt vanuit de grond van mijn hart. Dus doe dat, nu het nog kan. Je weet, sommige kleine meisjes hebben droom, toch? Als ik ooit groot word, wat was uw droom? Mijn droom. Ik heb nooit één droom gehad.
Ik ben altijd bezig geweest met dans en theater en dat soort dingen. Ik had ook een dansschool. Maar ja, kunst en cultuur is heel erg belangrijk. En alles wat te maken heeft met creatieve expressie is heel erg belangrijk. Omdat daardoor je intellectuele vermogens ook heel erg gestimuleerd worden. En de droom gaat verder. Nogmaals, als minister propageer ik ook long life learning. En als we nu zien wat er gebeurt op het gebied van artificial intelligence. En ik heb laatst ook bij de opening van FabLab het woord gevoerd. Ik ben naar Boston gegaan om daar te zien. Dan denk ik van wauw, we gaan zo hard. Laat elk kind, en dat is mijn droom, laat elk kind alle kansen krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. En dan maakt het niet uit waar je zit en in welke omstandigheden, maar je moet die kansen krijgen. En wat ik dan doe is die mogelijkheden echt uitzoeken, zoals ik nu bezig ben met distance education, met pads voor de kinderen, zodat die gebruikt kunnen worden, zodat zij dingen beter gaan begrijpen en ook kunnen uitoefenen. We zijn nu bezig met introductie van stream in het onderwijs, dus science, technology, engineering, maar ook reading en math, maar op een hele andere manier. Zodat kinderen uitgedaagd kunnen worden, zodat kinderen zelf dingen uit kunnen proberen. Ja, die drone vindt iedereen spannend, maar nu ga ik je leren. En we hebben die kids dan voor de scholen, hoe je een drone moet maken en wat het principe is van die drone. Zo stimuleer je kinderen. Nou, dat soort dingen. Elke kinderen moeten alle kansen krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. We zijn ook bezig met inclusief onderwijs, dus ook kinderen met een beperking. Ja, je hebt zeker de film Weeren gezien. Nou, dat is geweldig. Maar ook hij krijgt trouwens nu plek, ook in het buitenland. Hij kan doorgaan studeren aan de universiteit. En dat zijn kleine dingen die we kunnen laten zien van het kan wel. En nogmaals, die mens, mijn psycholoog, die mens is belangrijk. En die mogelijkheden van die mens. En we moeten onze menselijk potentieel moeten we gaan gebruiken. En we moeten onze kinderen niet afstraffen met een tiende van een puntje. Of met een verkeerd geïnterpreteerde examenuitslag. Dat soort dingen moeten ophouden. En nogmaals, binnen het ministerie, binnen het onderwijsbeleid is, laten de kinderen doorstromen. Laten de kinderen die sneller zijn kunnen springen en sneller door het proces. En we hebben dus ook alle leerlijnen vastgelegd van oké, als het kind hieraan voldoet, maakt het mij niet uit of het kind 8 is of dat het kind 12 is, maar het voldoet aan die vaardigheden, die competenties, laat het kind doorstromen. Maar u, heel kunstzinnig, dus dat wil zeggen cultuur krijgt ook een hele belangrijke plek bij u. Ja, cultuur heeft een hele belangrijke plek. Maar dan vooral nog nu op het gebied van beleid, cultuur, educatie. We zijn bezig met de boekjes voor leerjaar 5 en 6, de 5e en de 6e klas te herschrijven. En daar moet cultuur, educatie echt goed geïntegreerd worden. Maar ook de expressie vooral. Hè. Ik bedoel, nogmaals, ik kom uit de danswereld. Laat kinderen dansen, laat kinderen muziek maken. Als je weet hoe muziek de hersenen stimuleert, al dat soort dingen. En hou kinderen bezig op een hele positieve manier door te tekenen. En je kan ook zoveel emoties kwijt. Want nogmaals, onze kinderen, en veel van onze kinderen, die hebben het niet makkelijk. De ouders zijn vaak toch niet aanwezig in de zin dat ze ze begeleiden en genoeg met ze communiceren. Dan denk ik ook vooral aan de adolescenten. Hè, je moet eigenlijk naar iemand kunnen stappen en zeggen van oké, dit heb ik vandaag meegemaakt en ik moet het kwijt. En dat stukje begeleiding naar de kinderen, dat zie ik toch heel vaak dat het niet voldoende is. Dus geef kinderen andere tools eigenlijk om met hun emoties om te gaan. En dan kom ik inderdaad bij het uiten van creativiteit en bij sport. He, er zijn nogmaals die positieve factoren die er zijn, die moet je die kinderen kunnen aanbieden, zodat ze eigenlijk, noem het beschermende factoren, zodat ze ook in moeilijke omstandigheden er toch doorheen komen. Want kinderen zijn heel erg stressbestendig, hè? Ik noem het resilience noemen we het, hè? Die veerkracht. Maar geef kinderen inderdaad die ruimte om die veerkracht optimaal te ontwikkelen.
En vandaag is woensdag in gesprek met. Gisteren heeft u ook een persconferentie gehad samen met de president over de numerus fixus. Dat is een van de problemen die ook op uw bord is gelegd. Dan, eerst had de regering bij monden van u aangegeven dat het 20 was. En na de pers, op de persconferentie is het weer gezegd, is het weer gebracht naar 60. De mensen begrijpen niet waarom eerst 20 en dan nu 60 toch. Nou, 20, omdat we, ik ben dus iets langer dan een jaar minister. En ik ben al eigenlijk vorig jaar juni geconfronteerd met de problemen die er waren met betrekking tot MWI. We hebben met het bestuur van MWI gesproken, ook met het bestuur van de universiteit. En eigenlijk zag je dat qua aantal de problemen kwamen. Hè? Ik bedoel, het MWI is nooit eigenlijk gecreëerd om zo'n groot aantal studenten, want het is 60 vanaf 2015, om zo'n groot aantal studenten te herbergen. En er waren toezeggingen gedaan, inderdaad, om fondsen vrij te maken, zodat in elk geval qua faciliteiten die uitgebreid konden worden. Nou, dat is eigenlijk niet genoeg opgepakt. Dus ook op aandringen van, nogmaals, bestuur MWI, hebben we gezegd, nee, we gaan het terugbrengen. Het was eerst zelf voorgesteld 15. Ik zei, nou, dat is wel heel erg weinig. We hebben het op 20 gebracht. Maar natuurlijk, er is zoveel geruis gekomen, in de media. En ik ben eigenlijk het meest gezwicht voor het argument van, ja, maar de studenten die hebben echt heel hard gezwoegd om hun S-pakket te halen en nu willen ze, zien ze hun kansen verminderen. Dus oké, als de regering, en dat is dus nu gebeurd, wel die middelen vrijmaakt, dan kunnen we in elk geval die grote toestroom kunnen we dan aan en dan kunnen we tegelijkertijd een jaar werken aan de andere voorwaarden, want ook het curriculum van de medische studie en ook de certificering van de, in elk geval de pre-bachelor, dat zijn dingen die wel moeten. Wanneer wij zeggen we bieden onze studenten een medische opleiding, dan moeten ook de kwaliteit van die opleiding en de doorstroom binnen een normale periode van 7 jaar moet gegarandeerd zijn. En dat is dus ons huiswerk om dat te realiseren. Dus u heeft niet het gevoel dat u teruggefloten bent door de president? Nee hoor, ik heb een hele fijne relatie met de president. En hij zou dat ook niet doen. Nogmaals, het is continu, bij alles wat er gebeurt, is het overleg plegen en oké, we zitten nu met deze situatie, dit is wat er gezegd wordt, hoe gaan we het oplossen, hoe gaan we dat doen? En nogmaals, die overleg is zo vreselijk belangrijk en dat doet deze president wel. Er worden geen beslissingen genomen over je hoofd heen. Er is ook helemaal niet gezegd van, je moet nu alles terugdraaien. Nee. Even rustig. Eerst hij persoonlijk zich laten informeren, daarna in groter verband. Oké, hoe gaan we hiermee om? Wat zijn de pro's, wat zijn de contra's? Hoe gaan we het oplossen? En dat, denk ik, is een geweldige manier van omgaan en leiding geven. Want dat doet deze president. Zonder dat je gaat schreeuwen en dingen terugfluiten. Nee, het is een kwestie van overleg. En ja, ook elkaar vinden in de wederzijdse pro's en contra's. Feit is, het geld is vrijgemaakt, dus daarom kunnen er nu 60 studenten toegelaten. Yes. En tegelijkertijd moet gewerkt worden dat ze die stagnatie in de klinische fase ook opgelost wordt. En dat gaat dan in overleg met mijn collega van Volksgezondheid gebeuren. Nou, minister, tot slot, als u terugkijkt, bent u tevreden over het jaar dat u nu aan zit als minister? Ja, ik mag zeggen van wel. Ik krijg steeds meer mensen mee. De eerste maanden was het echt van, minister, u wil transparantie, maar we hebben het altijd zo gedaan. En minister, het is historisch gegroeid. En nu, en nogmaals, dat is echt het effect van communicatie. Nu krijg ik hele enthousiaste mensen die dingen uitwerken voor me. En
Nogmaals, ik stel me niet op als minister die daar boven in een torentje zit. Maar iedereen mag naar mij toe communiceren. Ze mogen me bellen, ze mogen me appen. Begrijp je? Dus ik weet veel, ik krijg veel te horen. Maar ik ben ook daardoor in staat om overleg te plegen. Om daar waar je dingen kan aanpakken, om dat direct te doen. Dan wens ik u succes toe na de resterende maanden na de verkiezingen toe. Dankjewel. Kijkers, dat was dan het gesprek dat ik heb gehad met minister Lilian Verrier. U heeft er gehoord, God, dat is haar leidsman. En zij zegt, ze bidt vaak en laat zich ook daardoor leiden. En als we naar de bewindsvrouw hebben geluisterd, nou, ze weet wat ze doet. Dus ik kan u voorstellen, gaat u mee? Want ik denk dat ze the right woman on the right place is. Maar gaat u niet weg, want straks ben ik er met een ander onderwerp. Tot zo.